We hadden natuurlijk best wel wat onzekerheid. Maar dat twee derde van de raad zegt van we doen het toch niet. En we kiezen eigenlijk voor betrekkelijk weinig geld meer. 22.000 euro per jaar. Terwijl je bijvoorbeeld in de krant leest dat de zwembad 375.000 euro per jaar gaat kosten. Of kost met privatisering. Dan vind ik dat het er wel heel erg makkelijk wordt overheen wordt gestapt over de kansen. Die de nieuwe locatie biedt voor wat er nu is op de Bijenkamp. Ja, hadden jullie het verwacht? Want ik had voortijd even snel een rondje gemaakt. We hadden ook her en der wat reacties binnengekregen. Toen dacht ik al, dat ziet er niet goed uit. Han Boer kwam voortijd nog even bij me en zei, nou, ik weet niet of we wel goed nieuws brengen. Kom jij hier dan ook naartoe met het gevoel, kan nog wel eens misgaan? Ja, de laatste dagen. Ik was van de hele tijd de CDA, die was vanaf het begin al behoorlijk tegen. Ik vond ook dat die niet al te sterke argumenten hadden. Mini Papendal, daar kunnen we allemaal natuurlijk wel bedenken. Dat is in 99 was groepen. En de rest die was nog steeds tot zeg maar vorige week van nou, we weten het nog niet. GroenLinks gaf ook heel duidelijk aan D66, we zijn voor. En op het laatste moment zijn toch de partijen met elkaar gevonden om er niet voor te kiezen. En dat is natuurlijk een goed democratisch recht, dat moet je bij neerleggen. Aan de andere kant, ja, we zijn nu even moedeloos, maar morgen zijn we strijdbaar. En gaan we het echt wel weer proberen om het toch weer vlot te trekken. Maar je hebt het maar over 22.000 euro per jaar wat het extra kost. En ik vind dat een gemiste kans. Nu is het zo dat er natuurlijk wel is gezegd van nou, de Bijenkamp wordt vernieuwd. Kunstgras wordt al gezegd. De toegangswegen worden opgeknapt. Kortom een volledig vernieuwde Bijenkamp. Dat is natuurlijk ook wat waar. Ja, absoluut. Ik bedoel, daar is op zich is daar niks op tegen. Alleen je moet je wel afvragen, als je nu een keuze moest maken, zou je dan voor die locatie kiezen? Dat zegt iedereen, dat gaan we nooit doen. En de problemen, de zorgpunten van de Bijenkamp, die worden geprivatiseerd. Dus dat ligt nu op het bordje van de gemeente en de verenigingen. En die verantwoordelijkheid gaat natuurlijk na privatisering helemaal naar de verenigingen. Ja. En dan kan, zoals Martin Bouwmeester zegt, dan een mini Papendal. Ja, dat hebben we natuurlijk 40 jaar de kans voor gehad, gemeente en verenigingen. Nu gaan we privatiseren en dan moeten de verenigingen maar gaan samenwerken en een mini Papendal gaan realiseren. Nou, ik ben ooit bij voetballen gegaan om te gaan voetballen en niet om een mini Papendal op te gaan richten. En de plannen voor de locatie Eibergen, noem ik het maar even, die waren heel sober. Er zat niks geen luxe op. Jacqueline Bussing zei ook van D66, ja, meneer Bouwmeesters van het CDA, luchtkastelen bouwen, wat u doet met uw mini-Papendal. Ik heb hem wel sterker zien acteren, laat ik het zo samenvatten. VVD, veel Eibergs bloed. Hè? Als we dat zien, een Eibergse wethouder, een ex-Eibergse wethouder, in het hemd gezet worden VVD? Ja, die uitlating daar hou ik niet zo van. Iedereen heeft recht op zijn mening. Ik vind het wel jammer, ja. Maar goed, dat zal ik hun persoonlijk wel eens een keer proberen en uitleggen waarom ik het jammer vind. En zij zullen mij zullen kunnen uitleggen waarom het niet jammer is. Maar dit was wel een enorme kans geweest, hoor. Ik zag jou op een gegeven moment heel druk met je telefoon in de weer. Op een gegeven moment ging die ook nog even af. Maar gelukkig had de journalist van de Tubantia voortijd aandacht op zich geëist door even een filmpje op te starten, per ongeluk. Veel contact gaat, neem ik aan, met bestuursleden inmiddels al. Onze tweede voorzitter Henk Boeving is met vakantie met wintersport. Dus ik denk, ik heb hem maar uitgezet, want achter elkaar kwamen de telefoontjes binnen. En ik had een sms'je rondgestuurd van dat er dus de uitslag... Twee derde tegen en een derde voor. Nou ja, dan gaan mensen natuurlijk gelijk bellen. Nou, dat is ook alleen maar goed. De betrokkenheid is enorm groot bij het plan verplaatsing. En dat vind ik wel erg jammer, ook voor onze vrijwilligers. We zijn er klaar voor. We hadden een groep geformeerd. Nou, die groep blijft bestaan. We gaan morgen gaan we weer strijdbaar het geel aan. We gaan op korte termijn afspraak maken met het gemeentebestuur, met de wethouder. Ik bedoel, we zijn hier uit het veld geslagen en we gaan er echt wel tegenaan. En om een voetbalterm te gebruiken in de laatste minuut of in de blessuretijd ook wel eens doelpunt gemaakt. Dus wellicht zijn er nog weer kansen om de zaak weer open te breken. Ja, veel reacties op Twitter nu van diverse FC Eibergen leden. Heel vaak zie je nu de vergelijking met het gemeentehuis. Ja, wel 17 miljoen voor die paar honderd ambtenaren. En voor die meer dan 2000 spotters kan er nog geen 5 miljoen uitgetrokken worden. Is dat überhaupt vergelijkbaar of is dat appels met peren vergelijken volgens jou? Nou, ik vind vooral vergelijkbaar vind ik dat, ik geloof dat het gemeentehuis een extra last betekent van 1,4 miljoen. En nogmaals die 22.000, wat dus optie 3 ten opzichte van optie 2b. Ja, dat, in die verhouding moet je dat zien. En ik vind dat daar wel heel makkelijk aan voorbij is gegaan. Men wil het beste voor Eibergen. Nou, dan moet je op dat moment ook denk ik daarvoor durven te betalen. En er is geen één sportpark in heel Berkeland die zo raar gesitueerd is. En ik denk dat er wel iets meer aandacht voor had moeten zijn.
En de argumenten die waren niet allemaal even sterk. Ik bedoel dat op die koude zondagmiddag nog mensen op de fiets zijn gestapt om naar de nieuwe locatie te fietsen. Ja, daar ben ik nog niet echt van ondersteboven. Ik bedoel, dat kun je allemaal wel bekijken hoe dat allemaal zit. En dat hebben we toch lang genoeg over gehad. Maar goed, dat zijn hun argumenten. Maar goed, ik vind het wel jammer. Nu even een dampen, maar vanaf morgen weer met frisse moed er tegenaan voor de nieuwe plannen. Dat is kenmerk van FC Eibergen ook in het veld. We geven het nooit op en gaan volop in de strijd. En we gaan voor de winst en dat doen we met sportief spel. Dus de wedstrijd is nog niet gelopen. We gaan er nog voor.